Heb jij het al gehoord? Wolven in Nederland. Ik kan je vertellen, in Duitsland gaat het erg goed met wolven en af en toe stappen ze al de grens over. Dus wolven in Nederland is zeker geen sprookje. Ja, kijk. Een pootafdruk. Is het nou een hond of een wolf? Toen ik als boswachter in Duitsland op zoek was naar de wolf, vond ik een spoor. En van dat spoor heb ik deze gipsafdruk gemaakt. En als ik die naast dit spoor in de grond druk, zie je de verschillen. Dat is wolf. Veel groter. En hier zie je de voortenen heel dicht bij elkaar. En die wolf die heeft hem veel verder uit elkaar. Maar ja, met zoveel verschillende hondenrassen in Nederland en ook Ierse wolfshonden, is het wel heel moeilijk als je één pootafdruk ziet om te zeggen het is hond of het is wolf. Behalve als een tekkel is geweest. Dat is zo'n klein pootje, die valt sowieso af. Er is nog iets waar we op letten als we een afdruk zien. Wolven lopen bijna altijd in een rechte lijn. In onze huishonden, ach die slingeren van paaltje naar paaltje, daar een plas en daar een poep. Wolven trekken één spoor. Kijk, dit is een hondendrol. Die van een wolf ziet er anders uit. In die van een wolf vind je namelijk botresten. Dat maakt hem een beetje grijzig. En veel haren van de prooi die hij heeft gegeten. Is dit nou zielig of niet? Wolven moeten ook eten. En wat nou zo knap is, dat ze met hun neus van wel een kilometer afstand kunnen ruiken of een ree ziek, zwak of misselijk is. En die laatste groep vormt een makkelijke prooi. Hoe goed is jouw neus? Doe de volgende test. Pak een theedoek, rol hem op en bind hem voor je ogen. En ruik dan aan de broodtrommeltjes van je klasgenoten. Haha, dat moet pindakaas zijn. Ja hoor, lekker hè. Wolven zijn hele schuwe beesten. Maar als je er een ziet, maak dan snel een foto.